moeten wachten, gaan we niet 5 jaar wachten dat we dus nog steeds met die absurde gemanipuleerde rekenrente gaan blijven rekenen. Zodat de pensioenen moeten worden gekort en dat er geen indexatie plaatsvindt. Daar gaan we absoluut niet mee akkoord. En dan gaan we vertellen dat we dat zij er moeten zorgen, hè, de Kamer moet ervoor zorgen, het kabinet moet ervoor zorgen dat zij zich niet laten manipuleren door wie dan ook in Nederland. Ik ga er zo naar luisteren. Ik heb het zelf ook georganiseerd. Maak ik je daar niet druk over. Ja. Ik heb nu even te weinig tijd om een overleg op het ministerie. Ja. Maar ik kom jullie daar ongetwijfeld tegen. En die wetgeving die moet nog naar de Kamer komen. Dus we wachten rustig die behandeling af. Ja. Ik ben ook heel benieuwd op dit moment overigens om te horen wat er nou precies gebeurt achter de schermen de laatste berichten. Ja, er zijn ontwikkelingen, dat begrijp ik wel. Want de verkiezingen komen eraan. Daar wil geen enkele politieke partij zich aan branden natuurlijk. Hè, dat ze dadelijk worden afgerekend omdat er gekort gaat worden. 1 januari 2021. Met name door het ABP en zorg en welzijn. Ja, dat kan natuurlijk absoluut niet met zoveel geld in de potten. Dat gaan we echt niet accepteren. We gaan dan ook meer barricade optrekken. Dat gaan we echt voor de deuren leggen bij die pensioenfondsen. Al moet het een maand duren, we blijven er zitten. En dat zijn de acties die we dan gaan doen. Maar laten we eerst maar eruit komen met z'n allen dat het niet gebeurt. En dat die indexatie... Een hogere AOW-uitkering, daar is ook al sprake van, daar zijn ze ook mee bezig. Maar goed, maar dat zijn wel dingen die allemaal moeten gaan gebeuren. En wij volgen het op de voet en we zullen overal bij zijn waar we eventueel invloed op kunnen uitoefenen. Dat is onze boodschap. Helemaal goed. Onze grote frustratie is dat we pensioenen schatrijk zijn. Dat de wet ja, maar ik moet nu echt. Jongens, ik kom graag een keer even met jullie spreken. Dan staan jullie daar allemaal weer onder ons met elkaar een beetje te dubbelen. Ja, te dicht bij elkaar. We moeten even iets meer uit elkaar. Dat is wel waar. Dat FNV wat? Die 1,5 meter is lastig. 1,5% is makkelijker volgens mij. In ieder geval... Ik ga dat gesprek gaan even rustig aan. En ik kijk ook even wat er vandaag komt. Ook de Europese houdbaarheid letten we goed op. De instemming. Want er komt wel degelijk natuurlijk gewoon... De pensioenfondsen kunnen collectief zeggen of ze overstappen of niet. Ik ben ook heel benieuwd wat de FNV daar gaat doen. Ja, eigenlijk een bot. Ik blijf. Het staat niet voor niks in ons programma. Die Europese Centrale Bank zal haar beleid moeten aanpassen. Ik bedoel, op het moment dat zij negatieve rendementen blijft houden, dan blijven, hoe dan ook, pensioenfondsen daar ontzettend veel last van houden. En trouwens, iedereen met zwaar geld. Nee, het is niet alleen volgens de regels. Dat is echt het grote misverstand dat jullie hier constant neerzetten. Regels of geen regels, op het moment dat je dit opkoopbeleid hebt, heb je een negatief rendement op staatsobligaties en ook een negatief rendement op je spaarrekening. Dat is heel pijnlijk voor mensen die niet in een pensioenfonds deelnemen en als zelfstandigen op een spaarrekening zetten. Maar ook heel pijnlijk voor pensioenfondsen die staatsobligaties kopen. Want je weet van tevoren dat je er helemaal niks aan verdient. Beleggen niet alleen staatsobligaties? Nee, natuurlijk beleggen ze niet alleen. Maar dat gedeelte van de portefeuille heeft natuurlijk wel degelijk een impact op. Nou ja, het heeft ook wat gevaarlijke dingen. Nee, jongens, echt. Ik kom echt aan de één vraag. Zou je me kunnen uitleggen waarom er in de om ons heen liggende landen de rekenrente wel tegen de. Omdat zij een totaal ander stelsel hebben. En dat, ze hebben echt een totaal ander stelsel dan landen om ons heen. Die hebben niet dat kapitaaldekkingsstelsel. Maar wij hebben het beste stelsel en we hebben de minste rekenrente. Dat is mijn probleem. Mensen proberen Pieter, ze kunnen gaan nu echt, jongens, ik heb de afspraak. Nee, maar dat doen ze wel, om een enige stabiliteit. Want vergeet even niet dat als je niet in obligaties belegt en je krijgt nog een keer een beurscrash, wat niet uitgesloten is, dan hebben we een probleem. Tot ziens. Hey, hey. De Kamercommissieleden Sociale Zaken Werkgelegenheid. Dat rekent op de dames Tiele van Brenk, de heren Gijs van Dijk, de Graaf van Kent, Van der Linden, Omtzigt, Smulders, Van Waaienberg en feitelijk ook de heer Kolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar Koolmees is er vandaag niet, want die is er pas op 1 december. Hè? Dan hebben jullie weer vergadering en dan proberen we weer hier te zijn. Dan komen we weer even onze aandacht vragen. Vanwege het COVID-19-virus staan we hier in beperkte aantal in Den Haag om je aan te spreken op de ontwikkelingen rondom de dreiging dat pensioenfondsen moeten korten en de pensioenuitkeringen en dat zij niet gaan indexeren in de aankomende 5 jaar.
U allen heeft de petitie stop het korten op pensioenen en ga indexeren in uw e-mail ontvangen. Het comité stop het korten op pensioenen en ga indexeren heeft deze petitie samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen aangeboden via de pensioenfederatie. Ervan uitgaande dat u de inhoud van de petitie digitaal heeft gelezen, hier vandaag 4 november 2020 maken wij u alle duidelijk waarom er door u niet gekort mag worden op de pensioenuitkeringen en waarom u moet gaan indexeren. Ja, u hoort het goed, beste leden van de Tweede Kamer. U bent samen met het kabinet de baas in Nederland en u, beste Tweede Kamerleden, bent de enige die dat voor het zeggen heeft. Alle andere pensioenkeringen partners moeten uitvoeren wat u bepaalt. Door u is er al 12 jaar niet geïndexeerd aan pensionaren. U moet wat ons betreft zorgen dat de besturen van de pensioenfondsen zelf het initiatief gaan nemen door het korten op pensioenuitkeringen te stoppen en direct over te gaan op indexatie. De door u gehanteerde en gemanipuleerde veel te lage rekenrente per direct wordt afgeschaft en laat de pensioenfondsen per direct tenminste het gemiddelde projectierendement hanteren conform het pensioenakkoord op het totale pensioenvermogen. Het echte rendement is immers veel hoger. Stel dit niet 5 jaar uit, zoals u heeft besloten in de Kamer. Dat zou namelijk betekenen dat er 1 hele generatie al 32% of wordt gekort op hun pensioeninkomsten. Het afgelopen moet zijn met de Faberge-krantartikelen vanuit de Tweede Kamer en via de mond van minister Koolmees. Zoals de dekkingsgraden dalen onder de 90%. Het blijft helaas niets anders over dan kortingen door te voeren op de pensioenuitkeringen. En van indexatie kan geen sprake zijn. Stop het glazen bol kijken. En ga van historische feiten uit en niet uit verzinsels. Zoals wij zoveel van u de verzinsels kennen. Voordeel voor de rijksbegroting worden er cohorte berekeningen gebruikt, zoals bij de levensstatus, die veel te hoog berekend zijn om de AOW-leeftijd steeds hoger te laten worden. Inmiddels wordt helaas bewezen door de hogere sterftecijfers van de afgelopen jaren in verband met griep en de COVID-19-pandemie dat uw verzinsel niet klopt. Waarom moet het afgelopen zijn? De koopkracht voor iedereen, jong en oud, moet sterk omhoog. Ook voor de pensionaren, om de economie van Nederland te verbeteren. Wij willen een welvaartsvast pensioen, geïndexeerd en levenslang. Alle pensioenfondsen kunnen eeuwig pensioen uitkeren en jaarlijks indexeren. Wij hoeven dat voor u toch niet uit te rekenen. Jongeren, echte banen moeten krijgen, zodat ze de toekomst kunnen ophalen met de juiste beloning hiervoor. En meer ouderen eerder en eerlijk moeten kunnen stoppen met werken. Om hun welverdiende rust te kunnen genieten, zonder dat zij totaal versleten zijn. De eerste pijler, de AOW-uitkering, zeker 20% moet stijgen zonder dat er verhoogde belastingtrucjes worden uitgevoerd, waardoor er netto geen verschil is. Wij hiermee zeker voor ons allen, jong of oud, elke generatie en deelnemer aan de pensioenfonds voor het leven is gevolgd om een welvaartsvast pensioen te ontvangen tot in de eeuwigheid. Er zit circa 1600 miljard in de pensioenbuffers. En jaarlijks zit circa 36 miljard aan premies alleen al binnenkomen. Daarbovenop komen de rendementen nog als uitstaande beleggingen die veelal al jaren hoger is dan 7%. En jaarlijks slechts 32 miljard uit het vermogen wordt bepaald aan het pensioneren. Dank voor uw begrip om ons aan te horen. Wij de pensioendeelnemers in Nederland die pikken niet langer. En wij komen beslist terug wanneer we niet naar ons geluisterd worden, want dat is een belofte. Namens het comité stop het korten op pensioenen en ga indexeren. Hey. Hey. U mag reageren op ons. Het moet duidelijk zijn dat de SP de pensioenakkoord en de afspraken die nu zijn gemaakt afwijzen. Afwijzen omdat het volstrekt onvoldoende is en geen oplossing is voor het probleem. Dat zolang pensioenfondsen moeten blijven rekenen met die FOP-rente, zolang ze daarmee moeten rekenen, zullen pensioenen vermaakt kan worden en ook niet meestijgen met de prijzen. En dat is, ik begon hier met werken een jaar of 13 geleden.
En in die 13 jaar zijn de pensioenen niet geïndexeerd, de meeste pensioenen. En in diezelfde 13 jaar is het pensioenvermogen meer dan verdubbeld. En dat laat zien dat pensioenfondsen het hartstikke goed doen, hartstikke goede rendementen maken, heel veel vermogen aan het oppotten zijn, onnodig. En daarom zeggen wij, laat die pensioenfondsen stoppen met zichzelf armrekenen. Haal die verplichtingen van de Nederlandse banken, van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Sociale Zaken van tafel. Geef pensioenfondsen de vrijheid om rekening te houden met de rendementen die ze in de toekomst gaan maken en met het vermogen dat ze in kas hebben, zodat we hier niet hoeven te praten over het van tafel halen van kortingen. Want dat is nu waar de FNV en de regering en de PvdA en de en anderen over aan het praten zijn. Daar moeten we niet over praten. Onze eis bij die acties was indexatie voor iedere generatie. Dat is wat er moet gebeuren. Dus die rekenregels van tafel en laat die pensioenen weer meestijgen met de prijzen. Want een fatsoenlijk pensioen is een kwestie van fatsoen. En wij gaan straks met Corrie en met anderen gaan weer poging wagen om een eerste stapje te zetten. Om met al die mensen die we hier aan tafel hebben gevraagd, dit weer onder de aandacht te brengen. Want vroeg of laat, beste mensen, geloof me, vroeg of laat gaat dit van tafel. En gaan wij ervoor zorgen dat de pensioenen weer meestijgen. Heel veel succes. En ik reken erop om nu weer snel te zien, want het zal hartstikke nodig zijn. De laatste keer dat ik met een groep actievoerder was, dat was bij het beeld van het race aan de andere kant. En daar waren jullie met de ladder bezig om te kijken of je dat kon inpakken. Morgen hebben we het daar trouwens over hier, over het doorgaan van de AOW-leeftijd. Nou, tot 68 en daarna gaan we gewoon door. We gaan onbeperkt door. Mensen worden de goede, gezonde jaren afgepikt. Die worden gestolen. En de vakbond staat erbij en kijkt ernaar. En wat voor ons belangrijk is, is dat we nu... Ja, inderdaad, mijn collega zei het al, Bart van de SP zei het al. Er wordt alleen gepraat om die kortingen tegen te gaan. Maar die kortingen deugen natuurlijk niet. Die deugen niet dat je zegt dat de komende 60 jaar 0% rente, dat je daar rekening mee moet houden. Dus we hebben gewoon een fout in het systeem en die fout moet hersteld worden. Deze maand dient 50PLUS een initiatiefvoorstel in om durende de overgang in ieder geval minimaal 2% rekenrente te hanteren. Dat in ieder geval dat probleem weg is en dat er ook weer een perspectief is op indexatie, want dat is belangrijk. Voor ons is dat ook een belangrijk punt. Inderdaad, het werd al gezegd, 12 jaar geen indexatie. En als je zegt, wij gaan naar een nieuw systeem toe waar we rekening houden met rendementen, waarom kijk je dan niet naar die rendementen van de afgelopen 12 jaar? Wij noemen dat herstelbetaling. Mensen hebben recht op herstelbetaling. Voor ons is dat een belangrijk punt. En als dat geregeld zou zijn, ja, dan is het leven al een stuk beter. En jullie zeggen terecht, voor de gepensioneerden voelen dat direct in hun portemonnee. Maar straks gaan al die mensen die nu pensioen opbouwen, gaan het ook in hun portemonnee merken. Want 12 jaar geen aangroei van je pensioen, dat betekent aan het eind van de rit gewoon een dramatisch slecht pensioen. En dat zitten we met z'n allen hier zo te doen. Wat ons betreft is het van groot belang dat daarnaar gekeken wordt. Dus dat we zeggen, de rendementen zijn toen behaald en mogen we die dan ook even incasseren. En als we dan toch daar naartoe gaan, laten we dan nu met een fatsoenlijke rekenrente, dat we niet met 0% moeten rekenen. Dat lijkt ons op zijn minst een heel goed. Maar hou vol, want inderdaad, dit moet van tafel. Dank jullie wel. Per direct wordt afgeschaft en laat de pensioenfondsen per direct tenminste het gemiddelde projectierendement hanteren conform het pensioenakkoord. En deze mee. En nog meer, we proberen binnen de mogelijkheden natuurlijk echt veel te doen om kortingen tegen te gaan. Dank u wel. Nou ja, u moet het. Het is niet proberen, je moet het gewoon naar binnen komen met de hele kamer. We zullen het nog een keer nalezen. Wij moeten naar binnen, maar onwijs bedankt voor jullie verhaal. We weten wat de grote zorgen zijn. Daarom willen we ook juist die pensioenen zo gaan vormgeven dat we wel kunnen gaan indexeren. Dat we niet zo elke keer rondom die kortingen zitten. We gaan, denk ik, kamerbreed daar vandaag naar zoeken. We rennen nu naar binnen, maar jullie stem is vandaag en trouwens ook al jaren heel duidelijk bij ons. Dankjewel. Okay.
Wij moeten het gaan doen en wij blijven het doen. Wij blijven aandacht vragen voor de onrechtvaardigheid in onze pensioenfondsenstelsel. En wij moeten blijven strijden. Ik hoop dat jullie 1 december hier ook weer zijn. Oké.